Wat leuk dat u weer kijkt. We lopen vandaag in Rotterdam en gaan de Abu Talib route doen. Anke loopt vandaag met me mee en zij is mijn gids. Gaat u mee? Het is vandaag een prachtige dag in een prachtige stad. En we beginnen de wandelroute bij het nieuwe Centraal Station. En als je goed kijkt zie je nog elementen terug van het oude station, namelijk de letters en de klok. We staan hier op de Westensingel en kijken uit naar de Mauritsweg. Op deze plek kun je heel goed zien de oude gebouwen die bij het bombardement bewaard zijn gebleven. En hier de nieuwbouw met de Pauluskerk. We staan nu op het dak van de parkeergarage en je ziet alles weerspiegeld in het mooie gebouw. En zoals je ziet, alles wordt nog aangelegd, dus het wordt nog mooier. Wat ga je bestellen? Warme chocola. Met? Slagroom. Super. Hier wordt afgeteld over hoeveel dagen het Songfestival in Rotterdam gaat plaatsvinden. Ja, en dan hier de bekende Euromast. Anke, wat kun je allemaal in de Euromast? Slapen, eten en van een prachtig uitzicht. Dit is de historische tuin Schoonoord. Een ongelooflijk mooi en rustig plekje midden in de drukte van de stad. Ja, je kan het proberen. Daar is de hef te zien, de oude spoorbrug. Vroeger is daar een 1 april grap mee uitgehaald. Ze hebben de Rotterdammers verteld via Radio Rijnmond dat het de hef verkocht werd aan een Amsterdams bedrijf. Mensen hebben zich vastgeketend aan de brug om dat te voorkomen. En uiteindelijk kwam er een lullig roeibootje voorbij varen waarop stond 1 april. We staan hier aan de noordkant van de Maas en we kijken naar het zuiden. Met de Erasmusbrug, ook wel de Zwaan genoemd in Rotterdam. Het gebouw de Rotterdam en de cruise terminal. Normaal gesproken liggen hier de cruiseschepen, maar nu een schip van de marine. We staan op de Erasmusbrug en 2 sleepboten hebben het marineschip van de kade getrokken. En zullen het begeleiden op weg naar de haven. Naast Hotel New York zien we Montevideo, het hoogste gebouw op dit moment van Rotterdam. Dit was het hoofdkantoor van de Holland-Amerika-lijn. Nu een hotel en restaurant. We kijken hier van noord, van zuid naar noord. En dan zie je hier de Zalmhaventoren, of de Zalmtoren. En dat wordt het hoogste gebouw van Rotterdam. Aan de overkant van de Rijnhaven ligt schiereiland Katendrecht. Met de Wilhelminapier verbonden door deze 160 meter lange brug. Officieel de Rijnhavenbrug, maar door de Rotterdammers zo snel omgedoopt tot de Hoerenloper, omdat Katendrecht vroeger de prostituees zaten. Katendrecht was vroeger een niet zo'n hele beste buurt. Nu worden alle pakhuizen prachtige complexen, appartementencomplexen. En is de buurt een fijne buurt om in te wonen. Waarom hebben ze die groenstrook daar liggen? Dat is nog een functionerende dijk om ervoor te zorgen dat de wijk droge voeten blijft houden. Dit is het Witteveenplein.
Witteveen was de man die de dag na het bombardement de opdracht kreeg om de nieuwe binnenstad van Rotterdam te ontwerpen. Het is een prachtig aangelegd park met hele bijzondere planten en bomen. Op deze plek stond vroeger Loods 24. Dit was de plek waar de Joodse Rotterdammers zich in de Tweede Wereldoorlog moesten verzamelen. En van hieruit gingen ze naar kamp Westerbork. Nu is het een monument. ...686 kinderen zijn in de oorlog uit Rotterdam weggevoerd en geen van allen heeft het overleefd. Dit is de Entrepôthaven. En de kranen die je ziet staan aan de zijkant van het water, die worden door mensen gebruikt als atelier of als kantoor. Inderdaad, een mooie cabine voor een atelier en een kantoor. Dit is een gebouw wat Anke nooit heeft begrepen. Je gaat erin, je loopt omhoog en je loopt omlaag en je gaat eruit. Vroeger was hier een appelmarkt en een appelzaadje die op de grond is gevallen heeft ervoor gezorgd dat daar nu een appelboom groeit. En dit gebouw heet de Red Apple vanwege de appelmarkt die hier vroeger is geweest. De kubuswoningen van de Rotterdam. Het gebouw ernaast wordt ook wel het potlood genoemd. We staan onder de kubuswoningen en kijken uit over de oude haven. En hebben het uitzicht op de Rode Willemsbrug, in de verte de hef, de oude spoorbrug over de Maas. En hier het witte gebouw, wat vroeger de eerste wolkenkrabber was van Nederland. Als we de kubuswoningen onderdoor lopen, komen we bij station Blaak en de Markthal. En van station Blaak vind ik het altijd een mooi gezicht om te zien hoe die boog het dak van het station vasthoudt. De Grote of Sint-Laurenskerk, oftewel de Laurenskerk, het enige overblijfsel van het middeleeuwse Rotterdamse stadscentrum. We naderen de Markthal en gaan even naar binnen om de prachtige plafonds te zien. In een zijstraat van de Meent, het Rode Zand, staat een nieuw gebouw van Rem Koolhaas. Het timmerhuis. Ik vind het echt schitterend. Dit is de zijkant van het stadhuis. En hier hebben ze alle kogelgaten uit de Tweede Wereldoorlog nog laten zitten. Achter mij zie je het stadhuis van Rotterdam. Van binnen net zo mooi als van buiten en zeker een bezoeker waard. En als je het stadhuis bezoekt met je klas en je komt de burgemeester tegen, burgemeester Abu Talib neemt echt de tijd voor je om even met je te praten. Leuk dat u gekeken heeft en graag tot de volgende keer.